Nel Bouwhuis, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Zierikzee. En wanneer was dat? Op 26 november 1963. En je bent opgegroeid bij je ouders? Nee. Hoe dan wel? Ik ben, toen ik anderhalf was, ongeveer zijn mijn biologische ouders uit elkaar gegaan, heb ik begrepen. Weet ik nooit helemaal zeker natuurlijk. Ik ben daarna in verschillende gezinnen opgegroeid. En toen ik 6,5 was, ben ik bij een gezin terechtgekomen waar ik later ook geadopteerd ben wettelijk. En daar ben je, heb je zeg maar je tienerjaren doorgebracht, ja, ook? Klopt. Ja, klopt. Tot mijn 17e. Dus toen had je een lange periode dat je hetzelfde nest woonde? Ja, ja, klopt. Ja. En je hebt je ouders nooit gekend verder? Die zijn gewoon helemaal uit beeld? Die zijn helemaal uit beeld. Ik heb wel heel even contact gehad met mijn biologische moeder. Maar ik denk dat er zoveel gebeurd is dat dat gewoon niet liep. Aan allebei de kanten. Jammer? Ja. Ja, toch wel. Waarom? Ik denk dat je als mens, en dat zit in ieder mens, wil weten waar je roots liggen, wat je wortels zijn. Dat je een soort herkenning en erkenning krijgt om wie je bent. En dat heb ik dus gemist eigenlijk. En hebben je latere pleegouders dat kunnen compenseren? Nee, absoluut niet. Nee. Dat blijft gewoon een gemis. Dat blijft een gemis, ja. Ja. En in het gezin waar je geboren bent, waren dan broers en zussen? Ja, ik ben nummer 5 van de 6. Kijk. Ja, en daarna zijn er nog 4 geboren, maar van een andere man. En die zijn ook allemaal pleegkind geworden? Nee, die laatste 4... om het niet netjes te zeggen, hebben ze gewoon maar gehouden. Ja, maar bij de eerste, van de eerste golf, zeg maar, die is allemaal uit huis gegaan. Ja, die zijn allemaal uit huis geplaatst en zijn dan allemaal verspreid over de wereld, Nederland. Ja. Ja. En heb je daar contact mee gehouden? Nee. Nee, ik ben altijd, voor mijn gevoel, ik heb ook heel lang niet geweten hoeveel broers en zussen er waren, of ze er überhaupt waren. Ja. Dus. Heb je ze later teruggevonden? Ja. Ik heb een paar maanden geleden, bij toeval, of als je daarin zou geloven, heb ik een broer van mij gevonden. En hoe ging dat? Ging heel bijzonder. Ik fotografeer en ik had een foto van iemand gemaakt in actie. En ik had bedacht de volgende dag, weet je wat, ik stuur die foto naar diegene op, want de moderne mediawereld, Facebook, ben gaan zoeken en er stond zijn naam. Dus ik heb de foto naar hem opgestuurd. En via een chat op Facebook zijn we dus in gesprek geraakt. En heb ik aangegeven dat ik had ontdekt op zijn Facebook dat wij allebei uit Zierikzee kwamen. En vertelde, en dat was eigenlijk wel heel bijzonder, dat mijn achternaam niet Zeeuws is, maar dat ik wel een 100% Zeeuwse ben. En ik heb hem toen eigenlijk ook mijn achternaam verteld, mijn biologische achternaam. Toen werd het heel stil aan de andere kant, dus ik dacht, nou, die meneer is gewoon lekker weer verder met zijn leven. Maar ik had een heel raar onderbuikgevoel of zo, dus ik bleef toch wachten op iets. En na een minuut of 10 reageerde hij van, moet je luisteren, mijn achternaam is wel Zeeuws, maar niet mijn biologische naam. Mijn biologische naam is, en we bleken dezelfde achternaam te hebben. Dan ga je... Ja, dan gebeurt er iets. Tenminste bij mij, ik had een hele hoge hartslag gekregen. Ik begon eigenlijk een beetje te bibberen. En je voelt dan dat er iets is. Maar nog steeds niet van, wat is dat dan? Dus ik ben toen heel stoer voor mezelf doorgegaan. En ik heb dus de namen die op mijn adoptiepapieren staan van mijn biologische ouders, heb ik aan hem doorgegeven. En toen zei hij, ik weet het niet helemaal zeker. Ik moet het nazoeken. Mag ik van de week erop terugkomen? Nou, dan sluit je zo'n gesprek af. En ik moest aan het werk. En je gaat aan het werk. Maar dat is heel raar. Want je loopt de hele dag met... Wat is me nou gebeurd? Wat gebeurt hier? Dat was op een donderdag. En op een zondagmiddag kreeg ik weer een privébericht met... Dat zijn de namen van mijn biologische ouders. En het waren exact dezelfde als die van mij. Dus je hebt je broer gevonden? Ik heb mijn broer gevonden, ja. Via een foto? Via een foto. Pure mazzel? Als je erin gelooft wel, ja. 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 Maar toen hebben jullie elkaar ook ontmoet, denk ik. Ja, toen hebben we elkaar binnen een week hebben we afgesproken dat we elkaar zouden ontmoeten. Dat is hier thuis gebeurd.
Dat is heel bizar. Ja. Want er komt iemand. Hoe ging dat? Nou, er komt iemand binnen. Je zit allebei elkaar aan te kijken. Het is spannend. Het is heel eng. Van zijn kant ook, heb ik achteraf begrepen. En dan ga je dus. Hij ging vragen stellen. Hij heeft wat over zichzelf verteld. Ik heb wat dingen over mezelf verteld. Ik heb een aantal papieren van de Raad van de Kinderbescherming. Die heb ik, een heel dossier. Dus die heb ik aan hem gegeven. En dan, hoe moet ik dat zeggen? Wat doet het met je? Gewoon, hoe voel je op zo'n moment? Er zit iemand tegenover je, die heb je je hele leven. Is je dat beeld geweest? Ja. En dan vind je je broer terug. Dat moet toch een absurde ervaring zijn? Het is heel absurd, maar het is ook heel bijzonder. En het bijzondere vind ik, en vond ik, en vind ik nog steeds, is dat ik iemand tegenover me had zitten die uiterlijk absoluut niet op mij lijkt, maar dezelfde dingen deed. Zelfs bepaalde bewegingen doen hetzelfde. Terwijl wij dus nooit met elkaar opgegroeid zijn. We zitten vaak op dezelfde manier. We hebben dezelfde humor. Uiterlijke kenmerken zijn er wel, een aantal. We praten allebei behoorlijk snel, bijvoorbeeld. Het is raar. Je voelt van, hé, dit is inderdaad, als voor het eerst in mijn leven dat ik dacht, dit is inderdaad familie van mij. En dat is een hele rare. En vult er dan ook iets in wat je gemist hebt? Ja. Ik heb 52 jaar in de spiegel gekeken, zonder dat ik wist waar mijn gezicht vandaan kwam. Ik heb 52 jaar dingen afgevraagd over mijn zijn. Ik had ze, en ik zie ze bijvoorbeeld bij mijn kinderen wel een deel terug, maar waar komt het bij mij vandaan? En het gekke is, door hem zie ik dus dat het een oorsprong heeft. Hey, de kennismaking begon met een foto die je maakte. Ja. Dat doet veronderstellen dat je hier in de buurt, want je fotografeert heel veel hier. Ja. Woont hij in de buurt? Hij woont in Zeeland. Dus jullie zijn gewoon uiteindelijk gewoon dicht bij elkaar terechtgekomen? We zijn behoorlijk bij elkaar in de buurt terechtgekomen. En we hebben eigenlijk, en dat is mooi, we hadden de afspraak gemaakt, we gaan dit heel voorzichtig opbouwen. Nou, we zijn nu een paar maanden verder. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Ik vind het een heel precair proces, omdat ik mijn broer nooit meer wil kwijtraken. Dus ik wil daar heel voorzichtig mee omgaan. Hij is me waardevol. Op een rare manier. En ik denk dat het andersom ook zo is. Eigenlijk weet ik dat. En we hebben het er ook wel over zaken gehad. Als we iets hebben van, nou, wat vinden wij hiervan? En hij heeft hetzelfde. Hij vindt het ook bijzonder. Hij vindt het ook onwijs leuk. We maken er heel veel grapjes over. Ik geniet ervan. Ja, ik geniet er enorm van. Ja, ik vind het echt heel gaaf.